komt zo meteen aan die kant. Ja, ja. Daar de wind in. Ik heb daar geen bezwaar tegen, zo zegt meneer. U begon uw discussie over de afgelopen 25 jaar. U bent er vrij pessimistisch over en ik begrijp dat. Maar goed, aan de andere kant, als je nou zo voor zou kunnen stellen als we nog niks gedaan hadden, waar hadden we dan gestaan? We hebben een enorme economische groei gehad. En we hebben een enorme discussie op gang gekregen over de nut en noodzaak van het milieu. Geen mens in Nederland iedereen in Nederland weet van dit probleem en doet er wat mee. Dus ja, heeft u daar over nagedacht? U legt het natuurlijk misschien wel terecht negatief uit, maar althans zo ervaar ik dat. Maar er is natuurlijk zijn heel veel goede dingen gebeurd. Als we het nog niet hadden gedaan, hadden we het dan gedaan. Ja, dat is een belangrijke vraag. Ja, het is niet voor niks dat ik toch verder op mijn kracht heb laten zetten, het groene optimisme, waarbij ik dus eerder wel het goede zie vooral de betrokkenheid onder mensen. En iets minder in termen van het goede wat er feitelijk ook verspaard is, zeg maar, of wat er gedaan is. Dat is er wel. Dat is ook wel geprobeerd te berekenen. Het is altijd een beetje moeilijk, want wat als niet, hè, wat voor wetenschappers. Maar waar ik dus zei, de uitstoot is met 15% gegroeid, waar je een kwart had moeten dalen. Zeggen wetenschappers wel van als er geen beleid was geweest, was die misschien met 35% gegroeid. Dus het is minder meer geworden. En dan zeggen ze 20% minder meer. En 10% daarvan is echt gebeurd in Nederland. Beter dubbel glas, gewoon dingen die we besparingen in de industrie, noem maar op. Die andere 10% is gerealiseerd eigenlijk doordat producten die vroeger in Nederland gemaakt worden, nu vooral in China en India gemaakt worden. He, dus dat weten we ook allemaal, de dienstensector is belangrijker geworden, industrieën zijn weggetrokken. En dat heeft ook gewoon geleid tot minder uitstoot. Maar dat is niet het gevolg van klimaatbeleid, maar meer van globalisering. Die uitstoot is in feite niet weg, maar die vindt nou alleen elders plaats. Maar dus 10% minder van die 20, de helft daarvan, die is wel echt aan beleid te danken. Scheppende normen te komen. Nou zie je natuurlijk dat er Europees verband wel degelijk normen worden vastgesteld in de vorm van Europese richtlijnen, NEC-richtlijn, noem maar op, die wel degelijk ook gevolgen voor Nederland hebben. Dus in die zin krijgen we het via een U-bocht, er wordt dan wel eens op gemopperd, we moeten dit van Brussel, maar krijgen we het wel voor elkaar. Dus nou, dat is een beetje de vraag van hoe snel dat allemaal gaat en in welke mate dat dan niet vertraagd wordt. Maar het lukt wel. Dus ook toch een stukje optimisme misschien, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dit is sowieso een interessante verschuiving die je denk terecht noemt, is dat van het milieu- en klimaatbeleid waarin toen het begon pure nationale zaak is geworden, is inderdaad veel naar Brussel overgeheveld. Je noemt net de NEC-richtlijn. Er zijn wel veel richtlijnen en normen die op andere terreinen, die gaan over verzuring of die gaan over giftige stoffen. CO2 is op zich geen giftige stof, op die manier niet schadelijk. Er zijn eigenlijk relatief weinig richtlijnen juist weer voor CO2, ook niet voor methaan, wat dus bij de bio-industrie wat ook opwarmt. Dus die zou Brussel kunnen maken, maar die maken ze niet. Er zijn wel richtlijnen bijvoorbeeld voor automotoren en die zijn echt effectief. De auto's worden echt schoner, stoten ook minder uit. Vervolgens wel alleen dat ze ook zwaarder worden, dat is dan weer een nadeel. Maar belangrijk wat er op dat terrein in Brussel gebeurt. Waar Brussel zich helemaal niet mee bemoeit, is alles wat dan in het jargon heet de gebouwde omgeving. Dus huizen, kantoren, daar moeten de normen van door Nederland zelf gemaakt worden. Alleen spullen die je de grens over kan verhandelen, daar gaat Brussel over. Spullen die je de grens niet over kan verhandelen, huizen staan helemaal vast, daar gaan landen zelf over. En die normen zou Nederland zelf moeten maken. Er zijn ook wel enige normen voor nieuwbouwwoningen, maar vooral voor alle oudbouw zijn er eigenlijk helemaal geen normen. En dat zou wel heel belangrijk zijn dat die op een of andere manier komen. Het is trouwens wel behoorlijk, dat is echt een gecompliceerd veld, waarbij je ook wel echt treedt in mensen die nu in een huis wonen. En dan moet er misschien iets gebeuren. Nou, we hebben laatst ook bij ons beneden laten schilderen, wel helemaal in stukken. En wat je dan stof en ellende. Dat die huizen zuiniger krijgen is echt heel ingewikkeld hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar normen zouden helpen, net als ik blijf het zeggen. Als het allemaal wat duurder wordt, is het ook veel eerder rendabel. Hè? Daar is.
Ja, in de 70e jaren, denk ik zo ongeveer, had je buurtclubs en dergelijke die dus, buurtinitiatieven, hoe je het wil noemen, die zelfstandig de toen als simpel beschouwde milieuproblematiek aanpakten. Dat heb je nu niet meer. Hoe komt dat? En hoe verklaart u de, ja, ik wil niet zeggen de minder belangrijke rol van bijvoorbeeld Vereniging Milieudefensie? Ja, nee, had natuurlijk, en voor wie daar nog bij waren, wie dat, zeker in de jaren 70. Had je het boek Hou het Klein van Schumacher, ik weet niet van u wie dat kent, maar dat had ook de ideologie van hou het klein, kleine verbanden, in kleine schaal alles opwekken. Naar de Grünen in Duitsland, die komen helemaal direct uit allerlei burgerinitiatieven voort. Dat is wel verdwenen, dat idee van dat kleinschaligheid goed is en grootschaligheid slecht, wat de milieubeweging wel had in de jaren 70 en misschien ook wel gedeeltelijk in de jaren 80, dat is eigenlijk eind jaren 80 wel weggespoeld. Toen is ook het idee van grootschaligheid, dat niet per definitie slecht is. Dat technologie niet per definitie slecht is, maar dat technologie ook kan helpen bij oplossingen. Dus dat was toen eigenlijk een nieuw idee. Eerst was waar zo, computers waren toch wel heel leuk, zeg maar. Daar heeft het natuurlijk erg bij geholpen. Maar daarvoor was de milieubeweging tijdelijk een beetje anti-technologie, zeg maar. Hè. Daar is de milieubeweging echt, dat is een nieuwe milieubeweging geworden, zeg maar. Hè. Die anders is, die is een tijd sterker geweest. Milieudefensie, natuur en milieu, Greenpeace. Die is de laatste jaren, denk ik dat u dat terecht constateert, minder zichtbaar aanwezig. En wat ik ook constateer is dat er dus, en dat is volgens mij dus wel een nieuwe vorm van burgerinitiatieven, is dat er nu wel heel veel initiatieven bijvoorbeeld zijn rond zelf duurzame energie opwekken. Hè, waar mensen dat met hun straat gaan doen, of rond een windmolen, of boerenmarkten. Maar het zijn dus geen politieke initiatieven waar een politieke eis wordt gesteld, maar mensen komen bij elkaar om met elkaar iets te gaan doen waardoor zij zuiniger leven, duurzame energie opwekken, dus heel concreet zelf iets realiseren met elkaar. Dat zie ik nu heel veel, van scholieren tot ouderen, gebeurt op heel veel plekken. En veel meer ook dan 10 of 20 jaar geleden, maar het is niet heel politiek. Het is vooral zelf iets doen. Hè? En, ja, als u vraagt waarom zijn die milieuorganisaties zo verzwakt, ja, ik denk omdat ze deze tekenen van de tijd niet verstaan hebben, niet op tijd door hebben gehad. Ze hebben zich heel afhankelijk gemaakt van de overheid, veel subsidies gehad. Die subsidies zijn allemaal de laatste 3 jaar ingetrokken, hebben veel minder geld nu en weten zich eigenlijk niet opnieuw te positioneren in deze wereld en worden eigenlijk ingehaald door al die, ja, die voortwoekerende initiatieven die eigenlijk alleen nog niet zo paraplu gevonden hebben. En daarin kan je wel weer die parallel trekken met die Grünen in de jaren 80. Op een gegeven moment denk ik komen er wel weer uit al die losse initiatieven nieuwe nationale koepels. Maar de vraag is of dat de traditionele milieuorganisaties zijn of dat het gewoon weer helemaal nieuwe worden. Ja, bij Milieudefensie is nu zelf, ik ben er zelf in de jaren 90 directeur geweest, hè. Milieudefensie heeft nu zelfs gezegd, ik vind dat heel erg, klimaat is voor ons geen prioriteit meer. Zoveel anderen besteden er al aandacht aan en wij moeten ons op de markt, moeten we een uniek product hebben om leden en donateurs te werven en dan moeten we niet iets gaan doen wat iedereen al doet. Dus wij gaan meer leefomgeving en dat soort dingen doen. Ja, ik vind het ontzettend slecht, maar ja, dat zie je, zo zie je dat de club zich ook opnieuw zelf positioneert. Ja, eigenlijk is er nu een brug geslagen. Van heel veel initiatieven worden ontnomen door mensen zelf. En dat was eigenlijk ook het thema wat we hier verbonden hadden. Wat kunnen we zelf doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, hè, hoeveel zijn we bereid om te geven, om af te staan? Hoeveel zijn we bereid om binnen te gaan doen? Wie heeft daar suggesties over? Ik wil wel een voorbeeld noemen. Ik wil er even bij staan. Oké, Bart, zeker. Goedenavond. Ik heb met Ellen een beetje gekampeerd in een zwarte bouw. En dan rijden we dan in de auto heen. Dat is buitengewoon asociaal. Ik vind hardrijden op de autobaan ook wel heel erg leuk. Dus dat is echt ontzettend fout. Toen we daar kwamen op die camping, zei de camping-eigenaar, nou kijk, dit zijn de plaatsen. En hier krijgt u een speciaal strookje. En met dat speciale strookje kunt u in al het openbaar vervoer van Baden-Württemberg werken. En dat is een trammetje vanuit Bad Herrenalp naar Karlsruhe. Dat was Karlsruhe niet zo mooi, maar
Baden-Baden, dat was erg mooi, de omgeving daarvan was erg mooi. Baden-Baden kon je lopen langs de rivier. En dan kon je, dus overal in dat gebied, kon je gratis met het openbaar vervoer. Enige reden, omdat wij daar op die camping stonden. En daarvan denk ik, ja, dat zijn dingen die worden geregeld. Ik heb geen idee hoe, ik heb er ook niet naar gevraagd. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die ontzettend stimuleren. Die auto van ons heeft dus zo ongeveer stilgestaan. Maar dat lijkt dus een initiatief misschien wel door de gemeente genomen en die heeft jullie aangezet tot meer duurzaam gedrag. Het is een deelstaat. Ja. Ik vind het wel passen in die Duitse, waar je ook overal inderdaad zonnepanelen op de daken ziet. Waar je tanks met 10% bijmenging in ethanol, of dat zo goed is, weet ik niet helemaal. Maar er is wat dat betreft een ander klimaat. Ik had bijna, terwijl ik ben opgevoed met Duitsers moet je haten. Misschien moet ik emigreren. Ja, er is nog wat ruimte, dus dat betreft mij zal dat nog een tijdje blijven. Maar ik kan me voorstellen dat nog een ander idee te leven. Gewoon ideeën. Ja, ik heb er zo over nagedacht, maar zou het werken? Ja, dat is niet origineel, maar je ziet ook in Kampen een toenemende mate overal zonnepanelen op daken liggen. Nou, in Duitsland hebben we natuurlijk een enorme subsidie daarop verstrekt. En wat je daar dus ziet gebeuren, is dat er geen limiet wordt gesteld aan de hoeveelheid stroom die je opwekt daarbij. Het bizarre is eigenlijk dat je in Nederland wordt gestraft op het moment dat jij meer opwekt dan je als gezin gebruikt. Namelijk doordat je dan een lagere vergoeding krijgt voor de energie die je opwekt. En ja, daarmee maak je het, straf je eigenlijk de mensen die meer opwekken dan die ongeveer 3000 kilowattuur per jaar. Dus ja, natuurlijk, ik weet ook, het moet ergens door betaald worden, dat is allemaal waar. Maar dat is dus de grote beperking van zonne-energie in Nederland. En ik zie de laatste tijd zie je zonnepanelen steeds goedkoper worden. Productie in China. Ik weet niet precies wat voor milieueffecten dat dan daar weer veroorzaakt, maar en die dingen die moeten natuurlijk ook getransporteerd worden naar Europa, dus dat heeft ook soms een prijs, voor het milieu ook. Maar je ziet wel dat zonnepanelen steeds populairder worden. Dus ook in Kampen zie je ze steeds vaker. Dus ik denk dat 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 kan een soort sneeuwbaleffect zijn. Dus dat mensen zien dat steeds vaker. Zien dat ook bij buren, bij wijze van spreken, bellen daar eens aan van goh, hoe bevalt dat nou, levert dat op? En ja, dat, op die manier moet het toch een beetje gaan, denk ik. Ik heb persoonlijk en mijn vrouw die hebben reclame foto's in de buurt in de bus gedaan omdat onze panelen weg moeten. Maar er kwam van de meer dan 100 foto's, kan er geen enkele vraag over van hoe is dat rendement nou en zo. Ik denk dat zelfs een gemeentelijke faciliteit om advies te krijgen over energiebesparing en zo. Ik vraag me af hoe efficiënt het allemaal werkt. Ik zou ook willen weten van de mensen van de fractie van GroenLinks hoe het hier in Kampen daarmee gesteld staat of wat bekend is. Ja, dat willen we natuurlijk graag vertellen, maar dan zijn we toch weer met beleid bezig, vind ik. En wat we graag willen is, van wat kunnen we zelf doen? Ook de zonnepanelen, dat zit toch weer een beetje, dat je kijkt van wat wil de gemeente doen. En dan wordt weer toch een stuk beleid van, nou, daarna kunnen we daar iets mee doen, maar volonderop, van hoe gaan we ons gedrag aanpassen? Vanuit onszelf, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Of is het dat, of zo weer? Ik heb een hele korte, ik lust heel graag runder gehakt. Van die mooie ronde ballen. En ik heb besloten om uit te zoeken hoe 7 dagen bio gehaktballen kosten ten opzichte van de plof gehaktballen Albert Heijn. Ik heb geconstateerd als ik dat 2,5 dag niet doe, ja die ene dag wordt dus een lastige, ik gewoon bio gehaktballen kan draaien en de plofkip of de plofrundbal kan laten liggen. Die halve dag is een lastige, ben ik met jullie eens. Nou ja, dan maak je geen vlees op de halve dag. Dat lukt ook wel. Oké, ik heb een puntje over recyclen.
ik denk dat het heel goed is dat bepaalde stoffen in ieder geval niet in het milieu terechtkomen en dat bepaalde stoffen ook gerecycled worden. Ik vind de manier om te recyclen, de wijze waarop je bijvoorbeeld je batterijen in kan leveren. Ik zoek me helemaal gek naar die tonnetjes zo af en toe. Ik heb op dit moment een hele kast met apparatuur staan die ik allemaal kwijt moet. Binnenkort moet ik dat weer wegbrengen. Ik denk dat er veel meer georganiseerd moet worden op recycling. Ik zag vorige week op tv dat je een vlieger ergens voor kan krijgen. Als je iets ik dacht iemand het wist. Dat je een vlieger ergens voor kan krijgen als je apparatuur laat recyclen. Maar dat is toch een hele rare actie. Dat is helemaal niet structureel. Ik zou zeggen, gat in de markt. Ja, hoi, D66. Ik zou even reageren op de gangballetjes van dit. Dat is wel een interessant dilemma namelijk. Ik ben namelijk wel geïnteresseerd in de rol van duurzaamheid en voedsel. En jij zegt biohard. Als er nou iets is wat slechter is voor het klimaat, is biohard. Want bio-runderen leven langer, hebben meer methaanuitstoot en zijn in die zin gewoon slechter voor het klimaat. Dat klopt, maar dan is de achterliggende gedachte dieren wel zijn en niet de duurzaamheid. Ik heb dieren wel zijn en er ontstaat een kleine discussie naar de heren vervolgen. Dierenwelzijn en duurzaamheid, dat wordt even hier uit elkaar gehaald. Ja, ik begin bij dierenwelzijn en ik kan dus door minder vlees eten misschien ook minder uitstoten. Dus als daar goede tips voor zijn, kunnen ze mooi samenvallen. Hè? We hebben twee vliegen, die vliegen misschien wel in één klap. Over die meneer met al zijn apparaat, die dat heeft thuis. Ja, dat had ik laatst over een boormachine. Daar wordt gemiddeld huishouden, geloof ik, 1 uur per jaar gebruikt. Dat is al echt veel eigenlijk. Er zijn waarschijnlijk ook apparaten die dat al niet halen. In een hele levensduur worden ze dus nauwelijks gebruikt. Je kunt je ook voorstellen dat je natuurlijk met de hele straat 1 boormachine hebt. Alleen logistiek heb je dan misschien een probleem. Maar zo langzamerhand met online communicatie moet het toch wel mogelijk zijn om een ongelooflijke hoeveelheid zinloze apparaten met een grotere groep mensen te delen en wat zinniger te gebruiken over een hele levensduur. Heeft u ook minder dat probleem van het opruimen? En je kunt dan ook allemaal die Porsche onder de boormachines hebben, want ja, daar wordt het echt gebruikt. Maar dan nog een tip. Ja, ik sta voor de klas en ik heb een paar jaar heel veel plezier zogenaamde X-lessen gegeven. Dat waren projectlessen. En een daarvan was gewijd aan de IJsseldelta, omdat ik dat mooi vond en ik de kinderen de schoonheid van die IJsseldelta wilde laten ervaren. En een andere serie, 6 lessen, van 2 uur achtereen, was gewijd aan energieverbruik. En dan zie je dat kinderen op de basisschool al wat meekrijgen. Het varieert heel erg van welke basisschool ze komen, van jou bijvoorbeeld. Is dat heel erg goed. En wat je ziet gebeuren met je kinderen, dat is dat ze het leuk gaan vinden. En als je dan op bezoek gaat bij mensen die een heel erg energiezuinig huis hebben, proberen te ontwerpen, dan spreek je dat. Als je zegt van jongens, inventariseer heel nauwkeurig op je weg naar huis hoeveel zonnepanelen er op daken liggen enzovoort. Dus ik wil niet allerlei dingen verplicht stellen voor onderwijs hoor, maar waar ik wel een land voor zou willen breken, dat is dat als je jij pleit voor Wijnand om momentum te creëren. Hè? Nou, die jeugd voor ons, ja, onze kinderen, onze kleinkinderen en wat nog gaat volgen. Ja, wij moeten ze daarin opvoeden. En een van de methodes die we hebben, over ons eigen voorleven, voorbeeldgedrag, is natuurlijk ook het onderwijs. En het lijkt me wel goed om dat, om dat zo veel mogelijk te propageren. Ja, lijkt me duidelijk. Met u. Ik ben Jansen. Onderwijs vind ik ook een hele fijne. Wat ik standaard nu geef. Onderwijs is sowieso feest. Maar ik geef les in het MBO. Wat leerlingen op het moment dat we bezig zijn met verbruiken. Standaard dat ik je laat doen. Ik zeg: poets als je tanden en zet als dat lukt even de stok in de wastafel. Een van de jongens die kwam terug en die zei: ik ben echt helemaal opgeschrokken. Die geloofde niet. Iets over de liedjes die ik vertelde, ik vond het echt een enorme leuk. Hij zegt, het stroomde over. En nu hadden ze thuis afgesproken, iets anders ging douchen. En toen dacht ik, nou, dat vind ik een hele mooie en heel veel dichter bij huis. En dat zouden we natuurlijk gewoon vanaf morgen met z'n allen kunnen doen.
Ik vraag bij mijn groenteboer altijd waar de groente vandaan komt. En als ik dan zeg, die komt uit Frankrijk, zeg nou, dat is mooi, dan wil ik hem niet. Dat is heel vervelend voor de groenteboer. Maar ik merk dat er steeds meer dingen komen die uit Nederland komen. En daar ben ik blij mee, want het scheelt een heleboel in het vervoer. Dat betekent bovendien dat ik veel meer van het seizoen ga eten, als ik daar een klein beetje op let. Als wij met z'n allen zouden zeggen, we gaan het niet meer overal vandaan aanslepen, we gaan niet meer een heel veel verpakking met z'n allen meenemen, dan kan je volgens mij met hele kleine dingen, kan je heel makkelijk iets veranderen. Omdat winkeliers ook zeggen, hé, er zijn steeds meer mensen die dat vragen. U bent al de 16e. Nou, als wij dat nou morgen met z'n allen kunnen regelen, zijn we volgens mij een heel mooi eindje verder. In het kader van de kleine druppels. Ik kom zo bij Bert. Ik had ook nog een vraag, ben ik benieuwd, met hand opsteken. Vandaag stond weer een heel artikel in de krant over al dat plastic wat in de Stille Oceaan in Hoogdrijf is. Wie zegt nu standaard als hij ergens is van in de winkel, ik hoef geen plastic zak? Nou, als we dit percentage op in Nederland kunnen uitrollen, dan zijn we een heel eind op weg. Dat is wel leuk. Dat is echt heel lastig. Oké, okay, dat is de volgende stap. Ja, dankjewel. Het is, we hebben vanavond natuurlijk maar een Tweede Kamerlid in nog midden, dus het beleid is wel heel erg belangrijk. Ik wil even wat dat betreft even aanhaken op wat Niels net had voorgebracht. Het is natuurlijk heel raar dat je dus als particulier produceert zonne-energie en pompt het terug in het net en dan krijg je maar een hele geringe voeding voor. Dat is heel raar, dus dat voelt slecht. Maar goed, dan is het nog redelijk goed geregeld bij de particuliere initiatiefnemer. Want als je het werk zo geregeld op het moment dat je veel produceert, dan mag je dat in het net pompen en dan kun je inderdaad op het moment voor hetzelfde geld terugkomen. Dan zit ik zelf, want de vraag was, wat kun je nog zelf doen? Ik ben ondernemer. We zitten heel veel in sloopwerk, we verwijderen ook heel veel asbestdaken. En als ik dan tegen mijn klant zeg van, is het nou niet verstandig dat je nou het dak verwijdert, het asbest gaat van dak af, zet een mooie nieuwe plaat op en plaats vooral zonnepanelen. Nou, dan ga je rekenen en dan zie je dus heel snel dat je dus voor de zonne-energie dus die je op het net pompt, zeg maar, dat je maar hele beperkte voldoening krijgt. Dat is heel erg jammer. Je laat dat aan de kant liggen. Dus, meneer Duivelak, doe uw werk in de Tweede Kamer. En verandert dat niet. Ja, nee, dat zal niet meer gaan, maar... Hij heeft wel zijn contact. Het teken is duidelijk, ja. Bert, je moet het aan je buurman. Ik, het is zelfs voor niks over terugleveren volgens mij Green Choice. Dan krijg je wel volgens mij dezelfde prijs terug als dat je voor moet betalen. Ja, hè? Niet of ongeïnteresseerd is, maar... Ik vind het prachtig, al die kleinschalige initiatieven. En dat van die tandpasta en de kraan laten lopen, dat is een hele oude. Elke dag douchen is ook niet nodig, volgens mij. Maar het wordt door de meeste mensen gedaan. Toch denk ik dat deze kleinschalige initiatieven niet bereiken wat er bereikt zou moeten worden. En dat de politiek het uiteindelijk moet doen. En ik ben een beetje teleurgesteld in die gesprekken van Duivendam met die politici, de milieupolitici. Ik heb het idee dat ze zeggen, ja, we hebben de bevolking niet mee. Nou ja, je kunt toch... Als politicus toch wat te overtuigen met je mening, dat je niet die denkt van, ik ben bang dat ze dan denken, ja dan verlies ik de macht en mijn positie. En het is natuurlijk vreselijk leuk dat hij die gesprek heeft gevoerd, maar ik vind dat die politici in milieu niet zo sterk overkomen. Ik vind eigenlijk dat ze meer hadden moeten doen en dat er uiteindelijk de politiek en politieke maatregelen moeten komen, ondanks onze... Natuurlijk ook heel belangrijke kleinschalige initiatieven. Nou, dan loop ik even weer naar Bangland toe, want ik kan me voorstellen dat er een zaak gezegd zijn waar je iets op wilt zeggen en dit is natuurlijk een hele concrete. Ja, nee, op zich is het een noodwit uit mijn hart. Ik vind ook dat de politici veel meer hadden moeten doen. Sterker, ik heb toen Margreet de Boer minister was van Milieudefensie haar aangespoord van alles. Ik heb met Pieter van Geel toen ik in de Kamer zat. En op de huid gezeten dat hij veel meer zou doen. Ik geloof er ook echt in dat politici leiderschap kunnen vertonen en mensen dus mee kunnen nemen. Hè? Bedoel, ze doen nu wel ontzettend hun best om ze nu ervan te overtuigen dat er een financiële crisis is en dat er dus van alles moet gebeuren. Hè? En vragen hoge prijzen aan iedereen. Zo zouden ze ook hun best kunnen doen. Zeggen, ja, er is een grote ecologische of milieucrisis en dus moet u daar een prijs voor betalen. Dus ik ben het echt met u eens. Politici zouden dat moeten doen.
Tegelijkertijd, en daarin ben ik in het boek inderdaad misschien iets meer waarnemer dan zelf, heel makkelijk of heel automatisch een politicus, denk ik dat je reëel moet zijn en moet constateren dat politici dat op dit terrein niet heel snel, heel groot, in hele grote aantallen zullen gaan doen. Dus je kan het wel roepen dat het moet gebeuren, maar het gebeurt nog niet zo snel. En dan denk ik weer van hoe krijg je nou voor elkaar dat ze het wel gaan doen wat zo nodig is. En dan denk ik, dan is van belang dat er heel veel mensen mee bezig zijn, heel veel initiatieven zijn, zodat die politici zich gesteund voelen. En dat ze wat eerder lef hebben om dat voortouw te nemen, waardoor ze het vliegwiel weer op gang krijgen. En ik denk dus ook veel van de initiatieven die jullie nu noemen, kijk, die zijn natuurlijk eigenlijk veel nuttiger om wat ze losmaken aan discussie en bewustwording, dan aan de netto CO2-besparing die dat niet door laten lopen van het water of zo oplevert. Maar het leidt tot denken, het leidt tot nadenken, het leidt tot dingen zien, het leidt tot vragen stellen. En daarin zit vooral die grote betekenis. En dat geeft dus eigenlijk een draagvlak voor politici om dan op een gegeven moment grote volgende stappen te zetten die ze anders niet durven te zetten. Dus zo ben ik langzaam en voorzichtig die wisselwerking gaan zien. Ik denk dat dat ook echt de enige manier zal zijn. Ik wil één andere opmerking over zonne-energie maken. Ik heb ook heel lang heel jaloers gekeken, ik doe trouwens nog steeds naar het Duitse systeem. Waar je dus inderdaad gewoon een vaste prijs krijgt, wel steeds wat minder, hè, omdat het veel goedkoper wordt. Maar een vaste prijs krijgt als je zonnepanelen hebt voor de stroom die je levert. Dus het is een gegarandeerde investering, zo gezegd. Je weet je rendement en je krijgt het terug. Als de zon gemiddeld schijnt wat die zou schijnen, dat klopt toch altijd behoorlijk over een aantal jaren. Wat je wel op dit moment ziet, en dat geldt dus alleen voor de particuliere verbruiker, en dat als je niet meer zonnecapaciteit op je dak legt dan je gemiddeld verbruikt, dan wordt het nu in hoog tempo voordeliger. Dat was een paar jaar geleden, had je nog 22 jaar nodig om je panelen terug te verdienen. Nou, nu ben je er met 8, 9 jaar. En als je het heel goed inkoopt, misschien nog wel iets korter. Zodra je meer gaat produceren dan je zelf nodig hebt en je dat net gaat leveren, dan krijg je er heel weinig voor terug. Maar het geldt alleen voor particulieren. Maar dan is het wel, dan is het dus op dit moment wel heel, ben je eigenlijk gewoon gek als je het niet doet, vind ik. Als je het in 6, 7, 8 jaar, misschien 9 jaar terugverdient, zo'n investering voor jezelf. Ik zou ook willen dat bijvoorbeeld GroenLinks, ik zou het ontzettend leuk vinden, dat zo'n partij als GroenLinks ook veel meer gewoon de boer op ging met zonnepanelen, bij wijze van spreken. En dat bij mensen ging installeren en daar gewoon die dingen, je hebt nu Urgenda, die wij willen zon, natuurlijk milieu doet een actie, de vereniging Eigen Huis doet een actie, waarom doet GroenLinks niet ook zo'n grote actie? Dat is voor mensen aantrekkelijk en ik denk iedereen die zon op zijn dak heeft, die is gewoon vanaf dat moment een grote ambassadeur van de groene zaak. Dat kan niet anders. Goed. Aha. Nog een suggestie. Nog een suggestie inderdaad. Nog niet zo lang geleden zijn hier in gemeente Kampen ongeveer 300, als het goed is, mensen geweest of gezinnen geweest die zonnepanelen hebben laten plaatsen op hun woning. Daar was subsidie voor en het pot was wel snel op, zeg maar, het potje is nu ook leeg. Ik heb op dit moment even niet paraat, misschien dat een ander dat dan wel deed, of daar nog een vervolg op zal of kan komen, maar ik vind het een beetje jammer, zeg maar, dat het daarmee over is. Het ligt misschien ook een beetje aan het instrument wat je gebruikt, het instrument subsidie. Dat is een pot en die pot die raakt op een gegeven moment gewoon leeg. Je moet bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel subsidie men krijgt, maar je zult altijd als je een zonnepaneel op je dak wil plaatsen, zul je altijd een grote investering zelf moeten doen. Misschien is het toch interessanter om in plaats van subsidies ook te gaan op een systeem van leningen. Dat kun je ook als gemeente doen. Het heeft het voordeel dat je het geld wat je investeert later nog een keer terugkrijgt. Dat heeft ook het voordeel voor degene die zonnepanelen willen gebruiken, dat de maandlasten als het ware te spreiden zijn. Ik vind dat echt een initiatief waarbij zeg maar, de politiek iets kan gaan doen, waarbij de burger zelf ook gewoon omdat hij het voelt in het portemonnee, wat tegelijkertijd vind ik de laatste tijd ook een stuk belangrijker, daar ben ik heel blij om. Waarbij de burger dus ook gewoon wat kan doen aan de drive die hij heeft om vanuit zijn portemonnee, maar ook vanuit zijn gevoel iets aan het milieu te doen. Precies.
Ja, eerst antwoord op het bordje. Het bordje is leeg en blijft leeg zijn wethouder treedt, dus daar moeten we het niet meer van hebben. Maar goed, dat er nog heel veel te halen valt. Ondersteuning en gewoon begeleiding en dat soort zaken zou ook heel wat helpen. Nu kost het veel moeite om überhaupt een ontgevingsvergunning te krijgen. Waarom mogen jullie dat doen? Dat geeft ook niet. Nee, dat is... Dat hebben we begrepen. Oké, nou ja, goed. Doen we samen. Ah, hier nog een idee. Ja, GroenLinks heeft een naam te verliezen in Kampen voor wat betreft het mensen attent maken op de bijzondere omgeving. Een behoorlijk aantal GroenLinks mensen heeft zich ook heel sterk gemaakt voor de Zwarte Dijk, voor het teloor dreigen te gaan van mooie natuurlijke omgeving bij de bypass. En waar ik op doel is mensen attent te maken dat we in een buitengewoon interessant en boeiend gebied leven. En dat het eigenlijk onzin is om in vliegtuigen te stappen en een paar dagen even een vakantietje te vieren, flink en van huis. En ja, zelf probeer ik er ook een beetje aan te doen. Ik ben zomers 2 maanden vrijwilliger bij Natuurmonumenten en laat mensen genieten van de Beulakerwieden in een 2000 jaar oud scheepskieper, wat ook milieuvriendelijk en streek eigen vaart. Dus er is dus... ja, ook op dat gebied, het ontmoedigen van ver weg reizen. En ik heb ook als mensen, oh, ik ben daar en daar geweest. Dan zeg ik, ja, had je ook op de televisie gezien, maar ben je in Kampen daar en daar al geweest? Nee. Dus ik geloof dat in die richting ook nog wel wat door de ontmoediging van op naar her te reizen, nog wat te doen is. Dat denk ik zeker. Ik heb daarover leuk dat een journalist dat ook een keer gedaan, naartoe in Amsterdam. Die zei van, ik ben gewoon in mijn vakanties in Nieuwegein gegaan, in Amsterdam gebleven. Ik ben er nooit zoveel buitenlanders tegengekomen. Dus wat dat betreft, kun het echt dicht bij huis, kan het ontzettend gezellig zijn. Maar hier valt veel te halen natuurlijk. Het is inmiddels 10 uur. Wij naar Duikdak moet echt om 10:15 weg. Ik zou zeggen, als er iemand is die wat ideeën naar voren brengen, dan horen we het graag. Ja. Ja? Hier? Aha. Heeft het zin wereldgroener te maken? Kan Nederland daarin een taak uitoefenen? Ziet u economische mogelijkheden voor Nederland om bijvoorbeeld de Sahel een beetje in beheer te houden? Zoiets. Mondig. De vraag is, kan Nederland de wereld groener maken? Welke rol kan Nederland een rol spelen? Dat denk ik wel. En ook dan, ook weer als ik dan even terugga naar het begin, wat ik eerder verteld heb, en de aandacht die Ed Nijpels gehad heeft voor het probleem. Hij bedacht in 1988, toen het probleem dus net een beetje bediscussieerd werd, was hij op een conferentie over een ander milieuprobleem in Montreal. En toen bedacht hij van, goh, zouden we niet eens alle milieuministers uit de wereld over dit probleem bij elkaar moeten gaan halen. Want dan moet het eigenlijk een mondiaal akkoord komen. En hij bedacht dat met 2 ambtenaren. En zij zeiden, we gaan dat gewoon organiseren. En zij hebben toen met elkaar de eerste mondiale milieuministersconferentie over broeikaseffect georganiseerd in 1989 in Noordwijk. Daar is uiteindelijk het Kyoto-protocol uit voortgekomen. En daar komen nu ook de onderhandelingen die in Kopenhagen en Durban zijn het direct resultaat van dat initiatief. Wat gewoon door een paar Nederlanders bedacht is. Ik geloof nog altijd erin. Kijk, wij nemen allemaal dagelijks zelf initiatieven. Iedereen probeert het wel. En de meesten natuurlijk zijn na een tijdje gewoon weer uitgewist en loopt mee. Maar er zijn altijd weer mensen die toch toevallig, het zijn wel altijd mensen, die initiatieven nemen die wel weer het grote verschil maken. Een heel ander voorbeeld is... Kijk, nu is het heel gewoon dat wij hier over Al Gore praten. Maar toen was die film uit en dat boek was uit en het was in Amerika en dat liep allemaal nog helemaal niet zo heel bijzonder. Maar Maurits Groen, ik weet niet of ze zijn naam kennen, milieuadviesbureautje heeft hij. Die had dat die film gezien en die dacht, die haal ik naar Nederland. En die ging naar distributeurs, geen distributeur wilde hem hebben. Hij ging naar uitgevers, geen uitgever wilde het boek uitgeven. Hij ging naar Al Gore en zei, wil je niet naar Nederland komen? Ja, maar dat wil je niet. Maar dat is natuurlijk toch een hele investering om het boek te vertalen, die film in Nederland uit te brengen. Maurits heeft een hypotheek op zijn eigen huis genomen, zichzelf in het schulden gestoken. Al Gore is gekomen, nou, de rest van het verhaal is bekend. Had Maurits Groen dat niet gedaan? Stel, hè? Nou, ik vertel dit verhaal
om te, willen, te laten zien dat soms hangt het gewoon van mensen ook af en wat ze doen. En dat kan op een gegeven moment kunnen dat jij of ik zijn. Dat kan ook het verschil zijn wat jij of ik in kampen maken. Of kijk naar de Arabische opstand. Wie had verdacht dat opstanden, wie had 2 jaar geleden gedacht dat dit zou gaan gebeuren? Dat mensen die moed zouden hebben en dat je die dynamiek zou krijgen. En hoe is dat eigenlijk begonnen? Door één iemand die zichzelf... Dus ik geloof erin dat er snel en door mensen gecreëerde veranderingen op gang kunnen komen. En dat we die ook niet kunnen voorzien. Wij denken dus vaak zo erg dat wij in de toekomst kunnen kijken, maar wij kunnen zo slecht in de... Wie had 10 jaar geleden gedacht dat we nu in deze financieel-economische crisis zaten? Dat Wilders zo'n grote partij zou hebben, dat de Arabische opstanden... Niks was voorspeld, niks was voorzien. We zagen een heldere toekomst. Dus wat weten wij over hoe het over 10 jaar is? Dat weten we gewoon helemaal niet. En dat kunnen we dus wel met elkaar maken, daar ben ik echt... En dat kan helemaal fout gaan hoor. Je hoort mij niet roepen dat het automatisch iedereen de goede initiatieven gaat nemen en dat het allemaal wel... Maar het kan wel heel goed. We weten het gewoon niet. En het hangt er wel van af van wat we met z'n allen en met elkaar doen en ondernemen. En dat kan plotseling ook heel snel gaan. Dat heb je ook op andere onderwerpen gezien. Mooi. Ik dacht mezelf, dit lijkt me een mooie stimulerende woorden om dit in ieder geval mee af te sluiten. En wat dat betreft, iemand die ergens mee start, dat is natuurlijk Wijnald ook. En hij heeft niet voor niks een boek geschreven waar heel veel goede dingen in staan. Er liggen in ieder geval op 5. Mocht je interesse hebben, dat boek is dus te koop vanavond. En zoals gezegd, ik kan het hard aanbevelen. En anders via GroenLinks natuurlijk, dus dat kan in ieder geval. Wijnald, heel hartelijk dank dat je hier wou zijn, dat je zoveel hebt uitgelegd, zoveel toegelicht, op veel afvragen beantwoord. Ik kom zo meteen aan die kant. Ja, ja. Naar de WVD. Ik heb daar geen bezwaar tegenwoordig. Dat is echt een heel. U begon uw discussie over de afgelopen 25 jaar. U bent er vrij pessimistisch over en ik begrijp dat. Maar op de andere kant, als je nou zo voor zou kunnen stellen als we nog niks gedaan hadden, waar hadden we dan gestaan? We hebben een enorme economische groei gehad. En we hebben een enorme discussie op gang gekregen over de nut en noodzaak van het milieu. Geen mens in Nederland iedereen in Nederland weet van dit probleem en doet er wat mee. Dus ja, heeft u daar over nagedacht? U legt het natuurlijk misschien wel terecht negatief uit, maar althans zo ervaar ik dat. Maar er is natuurlijk zijn ook heel veel goede dingen gebeurd. Als we het nog niet hadden gedaan, hadden we het dan gedaan. Ja, dat is een belangrijke vraag. Ja, het is niet voor niks dat ik toch verder op mijn kracht heb laten zetten, het groene optimist meer. Waarbij ik dus eerder wel het goede zie, vooral de betrokkenheid onder de mensen. En iets minder in termen van het goede wat er feitelijk ook verspaard is, zeg maar, of wat er gedaan is. Dat is er wel. Dat is ook wel geprobeerd te berekenen. Het is altijd een beetje moeilijk, want wat als niet, hè, wat voor wetenschappers. Maar waar ik dus zei, de uitstoot is met 15% gegroeid, waar je een kwart had moeten dalen. Zeggen wetenschappers wel van als er geen beleid was geweest, was die misschien met 35% gegroeid. Dus het is minder meer geworden. En dan zeggen ze 20% minder meer. En 10% daarvan is echt gebeurd in Nederland. Beter dubbel glas, gewoon dingen die we besparingen in de industrie, noem maar op. Die andere 10% is gerealiseerd eigenlijk doordat producten die vroeger in Nederland gemaakt worden, nu vooral in China en India gemaakt worden. He, dus dat weten we ook allemaal, de dienstensector is belangrijker geworden, industrieën zijn weggetrokken. En dat heeft ook gewoon geleid tot minder uitstoot. Maar dat is niet het gevolg van klimaatbeleid, maar meer van globalisering. Die uitstoot is in feite niet weg, maar die vindt nou alleen elders plaats. Maar dus 10% minder de helft daarvan, die is wel echt aan beleid te danken. Mooie biologische meteen. Van onze eenhoorn, hè? Een mooie biologische groene thee van onze eenhoorn wordt meegefluisterd. Want ja, dat mogen duidelijk zijn. Wij nog lust thee, want dat heb ik net ook al gehaald. Ja. Super. Alsjeblieft. Dankjewel, graag gedaan. Leuk. Ja, en wat wij doen, we zouden nog verder kunnen praten, is een mogelijkheid. En anders dan discussie betaald, ook een optie. Nou, er zijn wel projecten vanuit de ontwikkelingsstaat. Ik merk dat de mensen erop staan dat ze...